Welkom bij de tweede aflevering van De Zorg Werkt Door, een initiatief van FVG Professional People. Vandaag gaan we het hebben over leiding geven in crisistijd. Hoe doe je dat? Ik ga in gesprek met drie interessante sprekers, te weten Jurie Akkermans, zij is directeur bij Van Eijnsel, dat is een VVT-instelling in Hartje Brabant. En we gaan in gesprek met Margot Kelstra, zij is programmamanager leiderschapsontwikkeling bij Cordaan, maar ook tevens organisatieantropologe. Super interessant. En Stefan Buijzen, hij is oud-bestuurder, toezichthouder en organisatieadviseur. Mijn naam is Sabine Uitslag. Welkom bij De Zorg Werkt Door. Ik ga in gesprek met Margot Kelstra. Zij is programmamanager leiderschapsontwikkeling bij Cordaan. Welkom Margot. Maar je bent ook natuurlijk organisatieantropologe. Ik kan me zo voorstellen dat dit voor jou een hele boeiende tijd is als antropologe, toch? Absoluut. Ja, zeker. Een crisis. Want in de culturen definiëren zich door afspraken die we met elkaar maken, bewust of onbewust. En alles wat we met elkaar afgesproken hadden, of een heleboel dingen, gelden niet meer. Maar we weten eigenlijk nog niet, tijdelijk weten we een aantal afspraken, maar we hebben nog geen idee wat de nieuwe afspraken allemaal moeten worden. En dat uitzicht op allerlei manieren. Dat is heel interessant, zowel in organisaties als daarbuiten. Gewoon in de supermarkt. Interessant ook voor in de supermarkt, ook een organisatie op zich. Raak jij dan in paniek als antropoloog of zeg je juist van, wow, hier kunnen we van leren? Ik raak niet snel in paniek. Of dat nou als antropoloog is of als persoon, maar nee, ik raak niet in paniek. Nee. Zelfs niet met corona, terug van skivakantie raakte ik niet in paniek. Ja, want jij hebt corona gehad, hè? Ja, ik heb het al gehad. En ik heb het gelukkig mild gehad. Dus ik ben ervaringsdeskundige. Ja, ook dat nog. Zeg Margot, als je kijkt naar leidinggeven in crisistijd, wat nu dus het geval is, daar ben jij ook deskundig en expert in. Ik kan me zo voorstellen dat na de mondkapjes en de bescherming die allemaal nodig is om jouw mensen als leidinggevende goed te kunnen beschermen, er achter de deuren in jouw instelling ook van alles gebeurt. De duivelse dilemma's tussen eigen veiligheid van de medewerkers en natuurlijk de kwaliteit van leven en beleving van de bewoners, van jouw cliënten. Hoe ga je daar nou als leider mee om? Nou, als leider, ik ben zelf niet meteen de leider binnen Cordaan, maar de leiders van Cordaan. Wij vinden het heel belangrijk om medewerkers te ondersteunen bij ethische kwesties. In de zorg zijn sowieso vaak veel dilemma's voor natuurlijk. Maar nu des te meer. In elk geval nieuwe, andere dilemma's. En dus wij hebben gelukkig al veel georganiseerd om mensen daarbij te helpen. En wat we nu vooral doen is dat we leidinggevenden ondersteunen met speciaal aangepaste gesprekstools bijvoorbeeld. Om het gesprek met hun team en hun medewerkers aan te gaan over die dilemma's. Er zijn nu zoveel situaties die niet in protocollen te vangen zijn. Die vragen echt om situationele oplossingen. En elke keer weer kijken in dit dilemma. Wat is de eventuele schade voor de cliënt? Wat is de schade of veiligheid voor de medewerker? Wat zegt het protocol? Wat zegt het beleid? En steeds langs die drie assen te analyseren tot wat voor besluit moet dat dan nu leiden? En wij ondersteunen hen daarin om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Vinden jouw leiders in jouw organisatie dat lastig? Ja, die vinden dat heel lastig. Omdat mensen in de zorg, de cliënt staat voorop. Dus de cliënt staat altijd voorop. Maar we weten ook dat zonder de medewerkers kunnen we helemaal niks. En nu is iedereen evenzeer in gevaar eigenlijk. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend lastig om daarmee om te gaan en goed af te wegen wat je dan moet doen. Dat lukt de ene leidinggevende beter dan de ander. Oké, het is ook lastig. Het is geen eenvoudige tijd. Maar Jurie, ik wil jou graag de vraag stellen. Je bent directeur bij Van Eijnsel. Jij geeft leiding aan behoorlijk veel medewerkers. Hoeveel waren het er ook alweer? Oh jee. zeven leidinggevende, zeven wijkmanagers. En daaronder 52 teams. Dus dat is een flinke club mensen.
die nu ook in spanning leven soms. En dat vraagt een andere stijl van leidinggeven dan wat ze gewend zijn, waarin het planmatig is en gestructureerd is en we voorspelbaar soms kunnen zijn. En nu is ieder uur anders. Ja, en Margot had het net ook van de ene, het is lastig, vooral die duivelse dilemma's, die herken jij waarschijnlijk ook in jouw organisatie. Zie je nou ook leiderschapstijlen ontwikkelen bij mensen waarvan je het niet verwacht had? Ja, je ziet het verschil tussen managers en leiders. Dat is, binnen een dag was dat duidelijk. Je ziet mensen die vol motivatie en geïnspireerd voor de groep gaan staan en uit zichzelf op de zeepkist klimmen. En het verhaal houden en duidelijk en helder kunnen formuleren wat er moet gebeuren. Want ik ben er echt van overtuigd dat duidelijk en helderheid nu veiligheid is voor onze medewerkers. Het is continu een spel tussen ratio en gevoel. Je wil heel graag zorgen voor de bewoners, maar je wil ook voor jezelf zorgen, voor je gezin. Dat is spanning, dat is emotionele druk. En dan zie je inderdaad dat er behoefte is aan leiderschap en minder aan de traditionele manager. Ja, dus meer leiderschap, minder management. Zie je nou ook verpleegkundig verzorgend leiderschap ontstaan aan die stoel of aan het bed? Ja, absoluut. Je ziet mensen van hun talenten aanspreken. Hè? Dus de creativiteit, het met elkaar. Samenwerken hoef je echt niet uit te lekken, want iedereen staat voor hetzelfde doel. En je ziet daar hele grote sprongen in vooruit. Ja, waarvan ik hoop dat we ze ook kunnen behouden voor als deze tijd weer wat rustiger gaat worden. Ja, wat ik wel een hele interessante vraag vind voor jou ook nog. Hoe hou je het nou vol? Hè? Jij geeft leiding aan al deze mensen. Deze mensen staan elke dag in die frontlinie. Met die duivels dilemma's. Hopelijk ook met voldoende bescherming. Hè? Want dat laait nu op in de media en terecht ook. Waar jij je natuurlijk ook druk om maakt. Hoe houden we het nou vol? Hè? Hoe houden we deze mensen die dachten dat het een korte sprint zou zijn, maar nu in één keer in een marathon terechtgekomen zijn? Hoe houden ze het vol? En wat doe jij dan als leider? Ja, nou ja, wat doen wij? Hè? Wij zijn in een crisisteam, vertegenwoordigen we het management en dat is aangevuld met een afdeling communicatie en ook een specialist ouderengeneeskunde is daar aan toegevoegd. Dus dat doen we met elkaar. Het is wat je zegt, het is een marathon geworden. Daarbij de eerste week op adrenaline de besluiten nam en je vooral in een soort beschermende stand terecht kwam. Hè? Want we deden de voordeur al vrij snel dicht binnen Van Einsel. We wilden onze bewoners beschermen, we wilden de medewerkers beschermen. En dat ging vrij goed. En nu zie je dat mensen moe worden. En er lijkt wel een soort adrenalineverslaving ook te gaan ontstaan. Hè? En daar wilden we eigenlijk ook niet aan doen. Dus goed voor jezelf zorgen, daar zijn we actief mee. Sociale steun bieden. We hebben een buddystructuur opgezet binnen Van Einsel. En daar hebben we ook de tips van Defensie in opgenomen. Goed voor elkaar zorgen, goed voor jezelf zorgen. Welke tips, als ik vragen mag? Want daar kunnen we een mooie link straks maken met de volgende spreker. Maar vertel eens, welke tips van Defensie heb jij dan gekregen? Nou ja, de buddystructuur. Hè? Dus je ziet bij jezelf minder snel dat je in je valkuil trapt. Dat je alsmaar door blijft gaan. Dat zie je wel bij de ander. Dus wij hebben koppeltjes gemaakt die elkaar actief bevragen en in de gaten houden. Van, hoe gaat het nou met je? Heb je nog pauze genomen? Heb je gegeten? Heb je gedronken? Heb je überhaupt tijd gehad om naar het bed te gaan? Heel simpel, maar ook de mentale steun. Wat betekent dat voor jou? Hè? Dat de tweede nu overlijdt aan een COVID-besmetting, dat raakt je. Met je zorghart wil je de juiste dingen doen, wil je zorgen voor. En dat lukt soms niet zoals jij dat graag zou willen. Dus je moet goed voor elkaar zorgen. Op tijd je rust nemen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, ja. En even naar Stefan Buijsen. Stefan, ook jij welkom. Een mooi bruggetje naar jou. Want jij hebt ooit gediend bij Defensie. En je bent zelfs uitgezonden geweest naar Joegoslavië. Als je praat over crisis, dan zit je midden in zo'n crisis. Maar Stefan, jij bent ook oud-bestuurder, toezichthouder en organisatieadviseur. Als je kijkt naar wat Jori nu zegt, hè, van dat buddy-systeem, dat herken jij waarschijnlijk als geen ander. Ja, dat is een heel mooi systeem wat binnen Defensie gehanteerd wordt. Het heeft alles te maken met voor elkaar zorgen, daar waar je zelf misschien niet meer goed ziet waar je staat, wat je nodig hebt, waar de zelfzorg een beetje tekort schiet, dan kun je elkaar helpen.
Bij Defensie zeiden we ook altijd ja, zelfhulp en kameradenhulp. Dus in die context moeten we dat zoeken. Maar ik denk dat het onderdeel is van een veel breder steunsysteem wat je als organisatie in touw moet hebben om deze crisis met elkaar te doorstaan. Het buddy-systeem is daar één van, maar ook zorgen voor de juiste organisatorische maatregelen. Zoals? Dat heel belangrijk is dat mensen na hun diensten ergens terecht kunnen, waar ze even kunnen hun verhaal kwijt kunnen. Zodat ze eigenlijk met een leeg hoofd weer terug naar huis gaan. Ik denk aan dat soort elementen waar je eigenlijk als leidinggevende een meer faciliterende rol hebt. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat zowel op de korte als op de lange termijn, zowel de paraatheid, noem ik het maar even, als ook de duurzame inzetbaarheid intact blijven. Want we zien eigenlijk dat de crisis is eigenlijk bijna een going concern aan het worden. Want het gaat steeds langer duren. Vergelijkbaar met uitzendingen in het buitenland. Die hebben ook een langdurige karakter. Waarbij je aan de ene kant moet zorgen voor de alertheid. Want we hebben een taak te doen, zowel bij Defensie als in de zorg. Een belangrijke taak met grote verantwoordelijkheden, zeg maar. Die ook grote impact hebben op de mensen. En anderzijds moet je het wel een tijdje volhouden. Dus je zult ook heel erg moeten nadenken van, ja, hoe creëer ik nu een systeem waar ook voldoende rust is, zodat je het ook gedurende langer tijd die paraatheid kunt vasthouden. Ja, ik denk zelf dat wat heel belangrijk zal worden, ook voor de zorg, is het slapen, zeg maar. Mensen die goed slapen, want uitgerust terug naar de volgende dienst is denk ik heel erg cruciaal. En we zien nu al eigenlijk dat er toch slaapproblemen worden gesignaleerd in de zorg. Dus dat zou in ieder geval van mijn kant uit een punt van aandacht zijn. En ik besef goed, ja, we zitten niet in uitzendgebied. Dus de leidinggevende is er 's nachts niet bij, zeg maar. Maar als de leidinggevende er wel bij zou zijn, dan zou die in ieder geval moeten kunnen letten op het goed slapen, het goed uitgerust zijn. En de goede zelfzorg van de medewerkers. Maar dan zeggen we dus eigenlijk, hè, van rust is belangrijk, pak je slaap, let op elkaar, hè, dus dat buddy-systeem. Zorg ervoor dat je ook als, wat Margot ook aangeeft, dat je ook als organisatie nadenkt over zaken waarbij je de leidinggevende weer kunt ondersteunen, juist in die duivelse dilemma's, hè, want daar zit dat onzekere ook mentaal, dus daar wordt dan ook voor gezorgd. Als je kijkt nu naar de toekomst, hè, wil ik toch Margot vragen. Margot, als je kijkt naar de toekomst van het post-corona-tijdperk, hè, en we hopen natuurlijk dat het spoedig komt, als je daarnaar kijkt, en natuurlijk speculeren is, dat moeten we ook niet te veel doen, maar ik weet zeker dat jullie daar ook over nadenken. Wat zijn dan zaken waarvan je zegt, van, nou, daar kunnen we wel van de crisis leren? Ja, ik zou eigenlijk willen pleiten om te voorkomen te snel de stap over deze fase heen te zetten en dat leren dus te vergeten. Vanuit de organisatie antropologie zou je deze fase kunnen duiden als een fase die je liminaal kan noemen, tussen het oude en het nieuwe in. En een liminale fase kenmerkt zich door onzekerheid, onveiligheid, als je het negatief labelt. Maar als je dat positief labelt, het is ook dé tijd waarin mensen optimaal openstaan voor leren, voor innoveren, voor samenwerking. En die kan je ook benutten. En je kan daar op een bepaalde manier met liminaal leiderschap, kan je die juist benutten om toe te werken en nieuwe afspraken te maken voor het nieuwe normaal. Want het nieuwe normaal zal niet het oude normaal zijn. Dat zijn we zo langzamerhand toch wel redelijk. Hè? Maar verder hebben we geen idee. Dus benut de tijd om samen het nieuwe normaal te definiëren. En wat is daar wenselijk in? Dat zou mijn pleidooi zijn. Mooi, dus stap niet te snel eroverheen. Maar... Nee, niet per se. Nee. Maar sta ook stil bij het hier en nu. En de pijn en de verdriet. Maar ook die andere mooie dingen die erbij horen. Ja. En een criminale fase. Wauw, Jori,
Een liminale, we zitten in een liminale fase. Had je er ooit over gehoord? Nee, maar ik denk wel dat we het belang inzien van het lerenrendement wat we nu opdoen. En de snelheid waarmee we dat dan ook dus kunnen doen. En dat het een naam heeft, was ik nog niet van op de hoogte. Maar interessant. Ja, maar even terug aan Margot nog even. Want die liminale fase, in ons voorgesprek vertelde je ook van dat dat in de antropologie iets had te maken met de fase van kind naar volwassen zijn, geloof ik, hè? Ja, in heel veel samenlevingen wordt al dan niet bewust, wordt die liminale fase wordt bewust benut, zeg maar. En wordt heel vaak worden de overgangen tussen de oude fase en de tijdelijke fase, en de tijdelijke fase en de nieuwe fase worden gemarkeerd met rituelen. En dat zijn de zogenaamde de overgangsriten, de riten de passage. En een voorbeeld is de situatie waarin kinderen voor een bepaalde periode afgezonderd worden uit het dorp of uit de samenleving, letterlijk het bos in worden gestuurd en voor een bepaalde periode waarin ze worden voorbereid op hun nieuwe fase als volwassenen. En dan komen ze na een bepaalde tijd, als de liminaal leider heeft bedacht dat het tijd is, komen ze terug in het dorp en wordt met een ritueel gemarkeerd de overgang dat die tijdelijke fase voorbij is en dat de nieuwe fase is aangebroken. En als je daar in organisaties naar kijkt en dat goed benut, dan zie je ook dat het heel erg belangrijk is om de fases, de overgangen van fases, echt te markeren. En af te sluiten en het nieuwe weer ook weer te duiden met elkaar. Mooi. Ja, Stefan, ook een vraag aan jou van hoe als toezichthouder, hè, je bestuurder. Hoe zie jij nou die toekomst na deze coronaperiode? Die vraag heb ik ook Margot gesteld. Ik stel hem ook aan jou. Wat wil jij meenemen van de goede dingen die er ontstaan, zeg maar, nu? Ja, Sabine, als ik kijk naar de toekomst, dan zie ik in ieder geval dat bepaalde vraagstukken die we eigenlijk voor de coronacrisis hadden, nog niet opgelost zullen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een arbeidsmarktvraagstuk. Tekorten in de arbeidsmarkt in relatie tot vele mensen die nog afstand hebben tot die arbeidsmarkt. We hebben dat gepoogd voor de coronacrisis om met inclusie te komen tot inclusieve organisaties. Mm-hmm. Kijk ik nu wat er gebeurt tijdens de crisis, dan zien we eigenlijk dat protocollen, richtlijnen tijdelijk buitenspel gezet worden. En mensen die afstand hadden tot organisaties nu worden aangetrokken om te helpen, waarbij gekeken wordt vanuit leiderschap, spontaan of bedoeld, hoe kunnen we alle talent dat aan boord is benutten in het belang van het beslechten van deze crisis. Dat ik zou zeggen van, er zitten kansen om ook die inclusieve organisatie naar de toekomst toe vorm te geven na dit coronatijdperk. Bedoel je daarmee te zeggen dat al die instroom van 40.000 mensen die zich spontaan hebben aangemeld om te helpen in de zorg, die bevlogen zijn, die iets willen doen met passie, dat daar gaan we nu heel soepel mee om te zorgen dat we de crisis kunnen beslechten. En die soepele omgang van regelgeving en richtlijnen, zeg jij, die zouden we eigenlijk ook na de crisis moeten behouden? Ja, dat zou in ieder geval mijn pleidooi zijn om dan op die manier ook gewoon die inclusieve organisatie die we allemaal voorstaan, die we keihard nodig hebben naar de toekomst toe, ja, om die met elkaar vorm te geven. Ja, Juri, ja, ik zie jou knikken. Dat lijkt jou ook wat. Om te zorgen dat we al die handen die wij krijgen, die bevlogen mensen, dat we die kunnen behouden voor de zorg. Ja, dat zie ik zeker. Toewijding, bevlogenheid. Ik denk dat dat ook is wat de drijvers zouden moeten zijn van onze organisaties. Dat zie je nu. Je ziet ook, werd al eerder gezegd, dat iedereen in een soort faciliterende modus schiet. Je wil ondersteunen, je wil helpen. Die saamhorigheid, dat is denk ik heel belangrijk. En alles wat niet belangrijk is, dus alle regeltjes, protocolletjes en afvinklijstjes, die zijn van minder groot belang gebleken. Dat houden we niet vol, dat weet ik ook. Maar ik denk als we medewerkers zouden bevragen, zo na deze crisis, van nou ja, wat was positief? Dan denk ik dat ze weer geraakt zijn in hun zorghart en echt hebben mogen zorgen en over eigen angst heen gestapt zijn om het juiste te doen voor mensen. Ja, mooi. En die bevlogenheid zie je ook terug bij jouw leidinggevende, die jij weer leiding geeft. Dus
het komt ook terug in de manier van leidinggeven. Ja, het spreekt andere competenties aan. Hè? Het spreekt de verbinders aan, de mensen die relatiegericht zijn. Die staan nu op. Dat is mooi om te zien. Ik denk dat we allebei nodig hebben. Dat we het blauwe en het rode noemen we het wel eens, dat een hele mooie mix zou moeten zijn. En dat een goede leidinggevende maakt. Mooi. Margot, voor jou het laatste woord. Als je kijkt antroposofisch gezien, want ik denk toch dat het wel een hele mooie manier is om ook naar deze crisis te kijken. In die liminale fase, die rituelen die we nodig hebben, leiders die opstaan, bevlogenheid, passie waar het eigenlijk weer om gaat. Richtlijnen en protocollen die we eigenlijk met gemak naast ons neerleggen omdat we weer terug gaan naar die bedoeling. Hoe zie jij die toekomst? Ik ben toch nieuwsgierig van hoe jij dat ziet. Ja, nou, met goed liminaal leiderschap, los van het leiderschap, dat kan je echt naast het reguliere leiderschap organiseren, waarin gezorgd wordt voor vandaag genoeg mondkapjes en morgen weer genoeg persoonsbeschermende, hè, dus echt het dagelijkse werk. Als je daarnaast goed liminaal leiderschap organiseert, waarin de onzekerheid goed gemanaged wordt, er daar goed leiding aan is en er ruimte ontstaat voor wat leren we van de toewijding en alle mogelijkheden die er opeens wel zijn, dan ontstaan er ook vanuit mensen zelf, vanuit die toewijding en bevlogenheid, ontstaan er nieuwe regels en nieuwe rituelen en nieuwe tradities. Als er maar op een veilige manier leiding gegeven wordt aan die onveiligheid en onzekerheid, aan deze periode. Ik denk dat het hele mooie woorden zijn. En Jori, jij ondersteunt dat van harte, zie ik. En Stefan, jij ook. Kijkend naar jullie knikkende hoofden. Dus we zullen die persoonsgerichte benadering ook van leider tot medewerker, van leider tot leider moeten neerzetten. Dichtbijheid, maar veiligheid kunnen bieden om die ruimte ook te laten ontstaan, hoor ik jou zeggen, Margot. Ja. Klopt. Ja. Samen naar een nieuw verhaal, het nieuwe verhaal van het nieuwe normaal. Ja, als dat geen mooie afsluiting is, weet ik het niet meer. Samen naar het nieuwe normaal, naar een nieuw verhaal en nieuwe rituelen. Ontzettend bedankt, Stefan Buijs, dankjewel. Jori Akkermans, ontzettend bedankt. En Margot Keelstra, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. En dames en heren, dit was het einde alweer van deel 2. De zorg werkt door. En wij hopen u van harte te ontmoeten volgende week weer. Donderdag, same time, same place. Dank u wel.